Wie ben jij die mij altijd vertellen moet dat wat ik doe, jij het toch altijd beter doet? Maar waar ben ik als je, waar ben jij als ik er eens een keer voor jou niet zal zijn of zoiets? Ja, zoiets is het wel, ja. Je hebt van die artiesten die ineens als een komeet omhoog schieten. Het gebeurt niet dikwijls, maar als het gebeurt, dan is het ook meteen een hele grote. In de herberg is het gezellig, want daar brandt het laaiend vuur. En daar zing ik al mijn liedjes tot het late avonduur. En het bier schijnt op de tafels en de meiden lachen maar. En ze luisteren onder het treien naar de klank van mijn gitaar. Deze serie staat in het teken van vergeten Nederlandstalige muziek. Of nou ja, vergeten, dat geldt niet voor iedereen. En wat voor kinderen, denk ik? Dat is wel belangrijk, hè? Voor alles wat. Een clown. Dat ken je al, maar... Oh. Bijvoorbeeld voor de goudzoekers uit Sint-Jansklooster. Ze zijn druk met het organiseren van een muziekfestival... waar ze tussen haakjes vergeten Nederlandse artiesten... nog eenmaal een mooi podium willen geven. Die draai, de Natasja's, Ben Lansing, Connie Vink... Waarschijnlijk ook nog live. En ze zijn liefhebbers van Nederlandstalig vinyl uit de jaren 60, 70 en 80. Een clown. Ook maken ze radio. Ja, luisteraars, de volgende plaats speciaal voor Wim de Scorpio daar vanuit Oude Tong in Zeeland. Luister gezellig mee. De voorliefde voor vinyl is wat hen verbindt. Samen gingen zij op zoek naar verhalen achter de plaat. En vergeet het dan weer. Hey, we zijn hier nu aangekomen bij het festivalterrein, waar 3 juni alles gaat gebeuren. Hier krijgen we het hoofdpodium. Hoeveel man verwacht je? Ik denk dat meerdere duizenden mensen hierop afkomen, 3 juni. En hoeveel mensen wonen er in Sint-Jansklooster? 2502 inwoners hebben we. Dus dat gaat even keer 3 straks? Dat gaat keer 3. Maar als je er dan over nadenkt, hè, dat straks... Ja, daar krijg je kippenvel van. Al die artiesten hier op dit magische weiland. In het kleine dorpje. Dat we dit samen kunnen neerzetten, dat is natuurlijk wel uniek. Daar krijg je kippenvel van. En waar staat Connie Vink straks op te treden? Connie Vink die staat hier. Op het grote hoofdpodium. Ja! Een van de vergeten artiesten waar we geweest zijn is Connie Vink. Ik denk een vrouw die heel veelzijdig is geweest. Ja, waar wij toch wel weer op zoek naar zijn geweest zijn ook de vergeten platen die zij gemaakt heeft. Want ze heeft hele mooie platen gemaakt die we nog heel veel luisteren en heel veel draaien. Waaronder Wie ben jij? Een plaat met wel een heel bijzonder verhaal zijn we achtergekomen. Dat verhaal horen we straks van Connie zelf. Het grote publiek kent Connie Vink wellicht van een ander, iets bekender nummer. Ze is daarmee ook meegeweest naar het Songfestival. Is daarmee tweede geworden, net onder Lenny Koer. In mijn droom zal ik mij nooit vervelen. Dan bouw ik de raarste luchtkastelen. Ik neem de hele wereld in mijn handen. En ik zweef weg naar verre vreemde landen. Yokohama. En zo beleef ik in die kleine uren dolle, dwaze, vreemde avonturen. Maar dan, die toet.
uiteraard. Die man met zijn tuba van boven, die blaast. Het is even maar, mijn droom met een trap uit elkaar. Ja, pa, 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 ja, pa, pa. Oh, die jongens ken ik ook allemaal. Ja? Pamala, 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 pa, ja, pa, pa. Cornelia Maria Helena Vink wordt op 6 juni 1945 geboren in Culemborg. Muziek zat er vroeg in bij Connie. Op haar 9e kreeg ze haar eerste gitaar. Ik ben van mijn 9e jaar, toen heb ik een gitaar gekregen. En toen ben ik bij een club gaan zingen en hier en daar natuurlijk gezongen. Als 10e wordt ze tijdens een talentenjacht in Utrecht ontdekt door orkestleider John Christel. Ze mag dan meezingen in zijn orkest en ze komt voor het eerst op tv. In an English country garden. Haar muzikale carrière is begonnen. Als ze begin 20 is, scoort ze in 1968 haar eerste hit, Bossa Nova Boy. Bossa Nova Boy, Bossa Nova Boy. Poetst de schoenen weer glanzend mooi, die kleine Bossa Nova Boy. De mensen van de tijd dat ik populair was, om het maar zo te zeggen. Mensen kennen dat nog. Als ik bij de ouderen zing, waar ik ondertussen zelf ook bij hoor, dan is het zo dat de mensen kunnen het gewoon meezingen. In de siesta droomt hij van zijn prachtig plan. Van een fiesta met zichzelf als rijke man. Wat doet dat met u als u dit weer ziet? Ja, vind ik enig. Dan denk ik, ja, zo'n liedje is toch de hele wereld rond geweest. Want ik ben uitgenodigd op het Songfestival in Roemenië. Frans, Connie Vink, Hollanda. Dat was dan ook in hetzelfde jaar als ik de Toeteraar gezongen heb. Want dat was een voorronde van de Nederlandse. Ja, wie gaat Nederland vertegenwoordigen in Madrid? En dat was Lenny Koerders. Hij zong voor groot en klein publiek. Hij maakte blij, melancholiek, de troubadour. Voor ridders in de hoge zaal zong hij een stoere, sterke taal. Een lang en bloederig verhaal, de troubadour. Maar ook het werkvolk uit de schuur hoorde zijn lied. Maar had niet veel gescheeld of u was het geweest, hè? Een Dick van Bommel die kwam naar mij toe van de NCV. Die zat in de jury en die vond het heel jammer dat de Toeteraar niet gewonnen had. Omdat Robbie Dale, hij was een discjockey van Radio Caroline. En ja, niet van Sweet Caroline, maar nee. Dit was een andere Caroline. En die had de punten die hij aan de Toeteraar wilde geven. Maar die dacht dat Patricia Connie Vink was. En die had zich vergist. Ja, die had zich vergist. Dus. Toen ging hij niet. En toen zijn al die punten daar naartoe gegaan. En toen hij met de finale zo zag dat niet zo bij Patricia Pai was. Maar dat ik Connie Vink en de Toeteraar bijeen was. En toen zegt hij, heeft hij dat doorgestreept. En bij mij neergezet. Maar de voorzitter van de jury zei van, 1 keer gegeven, blijft gegeven. Dus... Nou ja, baalde u niet stiekem een beetje toe? Nee, helemaal niet. Ik niet, want ik vind het hartstikke leuk. Ik vind namelijk, je bent met elkaar bezig om een voorstelling te maken. En
deze voorstelling heette dan het Songfestival hier in Nederland, de voorrondes. En ja, dat vond ik gewoon leuk en ik vond Leni ook hartstikke goed. La, 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 la. Connie neemt ons mee naar haar Conniekamer. Een kamer bomvol herinneringen. Ja, zo is het voor het gemak maar genoemd. Daar kan je trouwens niet omheen ook. Want hier hangen herinneringen. Ja, heerlijk. Als ik een beetje een nare tijd heb, dan ga ik lekker hier zitten. Dan ga ik eens even kijken hoe gezellig het daar was en hoe leuk daar en alles nog en meer. Ja. Ja. En dan kijk ik altijd naar mijn eerste orkestleider, dat is John Christel, en die zei altijd, wie van zijn herinneringen kan genieten, die leeft twee keer. Dat vind ik een hele mooie uitspraak. U bent bij de Zendpiraten ook nog erg populair, met het liedje Wie ben jij? Ja. Maar daar zit nog wel een verhaal achter. Ja, dat had ik in 1982 opgenomen, ergens in maart. En in gewoon, ja, ik kom met mijn spullen naar huis en ik bespreek het met mijn toenmalige man. En die was al 4 jaar erg ziek. Hij zegt, nou, ik vind dat een heel mooi lied en het goede beat en alles dit en dat is dus en zo. En goede tekst ook. Maar dat betrek ik niet op mezelf. Maar ja, je moet het wel zo zingen alsof het op jezelf gaat, hè. Want dat is met ieder, je moet je altijd inleven in de tekst die je doet. Dus ik heb dat gezongen en Frank ging in mei overlijden, 20 mei 1982. En toen, toen was het nog niet was die plaat nog niet dat noemen ze in hun taal gereleased. Dus die was nog niet uitgekomen en dat kwam dan in, ik geloof juli of augustus. En toen moest ik naar Volle Toeren of Losse Groeven, ik weet niet meer hoe het heet, maar het was in ieder geval met Giel Montagne. En toen heb ik dat gezongen. Dames en heren, Connie Vink. Nou, gewoon, ik heb dat gezongen zoals het ook op de plaat staat. En ik vond het hartstikke goed gaan en alles nog en meer. En toen kreeg ik zoveel negatieve berichten allemaal. Van nou, leuk hoor, je man is net overleden. En dan krijgt hij dat over zich heen en dit en dat is en zo. Nou, dat was mijn bedoeling niet. En hij wist dat ook. We hebben dat gewoon samen nog besproken en zo. Maar toen dacht ik, ja, ik wil wel mensen blij maken en dat ik het leuk vind om te doen. Maar ik vind dit dan niet meer leuk. Dus dan doe ik dat niet meer. Ik heb het nooit meer gezongen. U heeft hem daarna nooit meer gezongen? Nee. Kent u hem nog? Kunt u hem nog? Ja, natuurlijk. Want als je eenmaal iets echt helemaal goed met overtuiging gedaan hebt, dan... Ik zal misschien niet meer precies de volgorde weten van het couplet of het 1 of 2 is, maar ik zou hem wel zo kunnen zingen, ja. Wie ben jij die mij altijd vertellen moet dat wat ik doe, jij het toch altijd beter doet, maar waar ben ik als je, waar ben jij als ik er eens een keer voor jou niet zal zijn of zoiets? Ja, zoiets is het wel, ja. En uitgerekend... Dit nummer? Ja. Op vinyl? Ja, dat werd een hit, geloof ik, hè?
Ja. Ik heb het gehoord, ja. Ja. Wat dacht u toen u dat hoorde? Jammer dat ik het niet meer zing. Dat dacht ik wel, ja. Ja? Ja, natuurlijk, want je hebt het toch met je volle inzet heb je dat gedaan. Maar ja, oké. En als zij zouden vragen van, Connie, komt u nog één keer bij ons optreden en het nummer Wie ben jij zingen? Zou je dat doen? Ik heb er alleen geen orkestband van, niks. Nee, ik heb het gewoon helemaal weggedaan. Straks horen we van Connie of ze Wie ben jij nog één keer een kans geeft op het Tribute Festival in Sint-Jansklooster. Het nummer dat een hit werd onder piraten en vinylverzamelaars. Gaan wij ondertussen even langs in Friezeveen. Een van die vinylverzamelaars is Herman Schoenmaker. Herman heeft Connie ruimschoots in het assortiment en deelt met ons nog een aantal mooie vergeten plaatjes. Ik ben Herman Schoenmaker, ik ben 47 jaar. Ik verzamel al sinds mijn achtste het vinyl van Nederlandse bodem. Dit is dus ook Connie Vink. En dan in Petersburg is Paardenmarkt. En dat is wel mooi, want Friezeveen had natuurlijk al jaren geleden echt handel met Petersburg. Dus het is wel mooi dat Connie Vink eigenlijk over Petersburg heeft gezongen. Ja, en dit vind ik dus echt een topnummer die daarbij hoort. Dit is echt een verzameling die ik al vanaf mijn achtste dus heb opgebouwd. En nou ja, wat het belangrijkste is om ze uniek, het hoesje, het singeltje, in een originele nette staat te verzamelen. Origineel hoesje, middenstukje, gewoon onbeschadigd. Dat is eigenlijk best wel uniek om die nog te treffen. Je hebt tegenwoordig zeg maar heel veel singles en ook met een nieuwe persing proberen ze het wel na te doen om er ook een middenstukje in te zetten. Maar echt het originele hoesje met zeg maar het middenstukje en dan ook nog kraak en ruisvrij. Ja, dat is gewoon geweldig om die in je verzameling te hebben. Nu gaan we luisteren naar de dorpsgasten. Het lot van de werkmanszoon. Ik zal hem hier wel even opzetten. Hij was een stoer, een werkmanszoon. Ja, dit is echt een nummer wat gaat echt over de werkende man, de werkende vrouw. En de dorpsgasten hebben dat prachtig vertaald in een single destijds, die je eigenlijk nooit meer hoort. Dat is echt een vergeten nummer. De noodlot zal toe gaan slaan. Het is al jaren terug dat ik je zag. Jij kon alles met me doen. Ik bedoel, daar word je vrolijk van. Ik bedoel, muziek is gemaakt om vrolijk van te worden. Nou ja, dit vind ik dan echt zo'n nummer waar je echt vrolijk van wordt. En dat is ook echt, zeg maar, van nou, s'avonds laat, zo'n morgens vroeg. Hij flirt je op. Ga met me mee en vlieg de wereld rond. Laat het leven achter op de grond. Bedankt Herman voor jouw tip van vergeten plaatjes. Gaan wij weer terug naar Connie. Want wil zij Wie ben jij zingen op het festival in Sint-Jansklooster? Ik denk wel dat ik het zou zingen weer. Maar ik moet dan de orkestband... Want ik dateer natuurlijk uit de tijd dat je, als je dus een plaat maakt, dan laat je er gelijk een arrangement van maken, dan kan het orkest jou begeleiden. Dus ook de orkesten die je dan op de Snabbeltour tegenkomt. En het plaatje, nou ja, als je op Marktplaats gaat, die is veel waard geworden. Ik heb het gezien, ja. Dat is wel grappig. Praten we niet even over een eurotje of 20? Nee, niet echt. Nee. Zet er maar rustig een eentje voor. Ja. Ja, ik zag het. Ja. Dat is toch wel bijzonder. Ja, ik vind het... Dan is het weer zo van... dan heb je toch verschillend soort publiek. Er zijn mensen die dan zo denken en er zijn mensen die zo denken. Geweldig. Ik vind het een prachtige productie, hoor. Ja. Wie ben jij die mij altijd...
altijd vertellen moet dat wat ik doe, jij toch altijd beter doet. Maar waar ben jij als ik er eens voor jou niet meer zal zijn? Het is nu over, het is nu voorbij. Leuk dat u keek naar Het Vergeten Zwarte Goud met Conny Vink in de hoofdrol. Dan mag de titel Het Vergeten Zwarte Goud heten. Zij zal niet snel vergeten worden. Je moet niet denken dat je nou nog op straat iedereen tegenkomt. Oh, daar loopt Conny Vink. Nee. Dat is al lang niet meer, hoor. Nee? Nee, hoor. Wordt u nog wel herkend? Ja, dat wel. Maar niet zo veelvuldig als vroeger. Ga mee naar buiten, vlinders fladderen heen en weer. De ene is geel, de andere wit, in je buik gaat het tekeer. Hele dagen binnen zitten, daarvan krijg je wel genoeg. Neem een besluit, kom er maar uit, want het is buiten hemelsblauw. Betoveren. En het eerste kievitzij kan een kinderhart veroveren. Word je daar ook blij van? Neem een dagje vrijdag. Volgende week in Het Vergeten Zwarte Goud. Co zit in een commune. Gaan we langs in Bergen op Zoom bij de mannen van Trio 67. Co zit in een commune. Deze ietwat ondeugende mannen maakten in de jaren 60 en 70 heel wat los bij het vrouwelijk schoon als ze met hun hitjes Co zit in een commune of Annemarie kwamen optreden. Van de liefde, Co zit in een commune. Dat was wel bizar, want als ik in de stad liep met mijn vrouw, dan had ik ineens 1000 vrienden bij, want iedereen die zwaaide allemaal naar mij, ja, natuurlijk. Dat en meer volgende week. Bij hen is vrouwen ruilen geen bezwaar. Goed, iedereen weer bedankt voor de aandacht. Dit was hem weer van onze kant. Voor meer informatie van het Vergeten Zwarte Goud Festival, ga naar de website van rtvoost.nl. En we pakken er nog eentje bij hier in de oude doos. Eén met vergeten artiest. En de rest volgt vanzelf. Luister maar gezellig mee. Ook weer heel erg blij daarom dat zij hier is vanavond bij ons. Hier is Conny Vink.